Put the dicky doos here. Put the dicky doos here. Huh? Nee, hè? Nou, voor de dicky. Zo, lieve vrienden. Van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zaterdag en dan wel 8 mei, 12 uur 37. Ik ga zo meteen even met de hondje weer lopen. En vanmiddag om 2 uur moet ik bij mijn broer en mijn schoonzusje zijn. Ga ik lekker op visite, gezellig. Ja, helemaal leuk, helemaal boepie. Dus ja, daar mag ik niet vloggen, dus ja, dat wordt pas weer later op de dag. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ga ik ook doen, met een lach. Ja, wees vriendelijk voor iedereen. Dat is mijn streven ook. Dus ja, gewoon ga met die bananen. Het is wel grijs, grauw en triest. Het regent hier en dat is ba, ba, ba. Ja, omdat ik toch wel weer netjes gekleed ben. Mijn bruine lange jurk weer aan, dus ja, dat is nog niet zo lang, koud lang. Het lengte van op je kuit zo'n beetje. Maar in ieder geval, ja, jammer dat het nou weer regenen moet. Wat mooi weer steeds voorspeld en ook helemaal vanmorgen, maar ik geloof dat niet hoor. Nee, eerst die dan pas geloven. Je moet in Nederland dus het kikkerlandje. Hé, ja, nou, ja, op wat een dikke doosje, ja. Wat een dikke doosje, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, gewoon genieten. En ja, doe ik ook. En oké, ik vergeet jullie niet hoor, nee. Ik ben aan het einde van de dag gewoon wel weer een retour. Ik zou zeggen, tot dan. Doei. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis en wat is het koud en wat regent het steeds hard. En ja, ik ben niet echt drijvend aangekomen, want ik had mijn normale jas aan en daaroverheen mijn regenjas, ja. En ik was maar gelukkig, ik zat in twijfel, zal ik met de booster of zal ik lopen? Ik denk nou, ik neem de booster maar, ben ik sneller. Heen en terug, zo naar de tour op visite, zo wel weer terug naar mijn huisje. Nou ja, ik ben blij dat ik nou weer thuis ben, want ze zouden open haard aan gaan doen. En daar kan ik niet tegen. Nou, ik wil ze ook niet belemmeren in hun leven. Dus dan kies ik gewoon weer om gewoon lekker bij tijd naar huis toe te gaan. Maar wat vergeet ik met mijn domme hoofd? Via mijn mobiel de kachel hier weer aan te doen. Dus ja, het is hier ook niet al te warm nou, maar ik heb hem aangedaan, dus het wordt straks lekker behagelijk hier. En desnoods zet ik hem even een graadje hoger. Ja, komt allemaal goed. En dan krap ik in de kachel. Ja, mijn handschoenen leggen erop, want die waren wel nat. En dus ja, wat wil je? Eerst met de honden uit, toen thuisgekomen, nou ja, een kwartiertje, 20 minuten thuis geweest. En toen ben je weg. Ja, dan wil dat wel nat worden, hè? Ja, ik heb even een handdoek over me heen, want ik had handdoeken mee voor als het nodig was mijn stoel af te drogen. Nou, dat was niet nodig. Ik dacht, nou leg ik hem lekker over me heen en dan gaat mijn neus lopen. Omdat ik dus van buiten naar binnen ben gekomen. Ja, en dat had hij nog niet gedaan. Dat doet hij nou even. Ja, ik kom. Jij kwam naar buiten, ik niet. Zeg dat het regent. Oh, het regent nogal, ba. Ba, ba, ba. Ja. Hé, ja, moet jij nou naar boven? Oh ja? Moet jij nou naar boven toe? Ja, moet jij naar boven toe? Hé. Hey. Gandalf. Mevrouw. Ja, moet jij naar boven? Wat voor dikkie? Ja! Doei! Lekker een handdoek over me heen.
Even een beetje, ja, het is een badlaken dus, en een oude. Waar we vroeger ook Frodo'tje mee afdroogden als die onder de douche was geweest. Dus het is eigenlijk meer een hondenhanddoek dan wat anders. Maar het is wel even lekker warm. Het ligt een paar keer dubbel over me heen, dus ja. Wel eventjes... En oh ja, mijn water heeft gekookt voor koffie, ook dat nog. Ja, ook dat nog. Nou, dan gaan we ook nog even koffie inschenken. Althans, water inschenken voor mijn koffie. Lekker bakkie. Waarom zo vol? Nou ja, ik heb er geen suiker in, ik heb geen melk in, dus ja. Mag ik hem wel wat meer water in voor de koffie? Toch? Ja, zou ik zeggen van wel. Ik weet niet eens hoe laat het eigenlijk is, weet ik ook niks van. Eens even zien. 16:23 op de computer, dus ja. Dus bijna 16:30. Nou, ga ik lekker nog eventjes naar dat spel toe, Township. En dan zal ik eventjes mijn vliegtuig bevoorraden en mijn treinen zien voor te voldoen, et cetera. Nou ja. Maar in ieder geval, Gerrie en Koen, het was verder hartstikke gezellig. Dat wel, ja, het was beren gezellig. Ik vond het even leuk om bij jullie te zijn. En ze noemen mij eigenwijs. Nou ja, ik ben liever eigenwijs dan ik straks die prik heb gekregen en naar het hier normaals toe gaat dankzij die vaccin. Nou nee, ik niet. Dus wie is nou eigenwijs? Zij kent ook wezen, zij kan ook eigenwijs zijn. Ja, ik niet in ieder geval. Nee, ik ga niet mijn eigen laten prikken. Nee. Noemen ze mij eigenwijs? Nou nee, ik ben niet eigenwijs. Misschien ben ik een wappie. Ja, dat eerder. Nou, liever een wappie dan dat. Dan dat je meegaat in die stoet. We weten niet wat er allemaal gebeurt, maar ik weet het wel. Nou, ik ga er verder niet over in discussie met hun. Nee. Hé, dames? Ja, toch? Was het lekker? Eet dan op. Ja? Nou. Goed zo, grote meid. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie namiddag. Ga ik ook doen. Lekker bakje koffie erbij. En ik zou zeggen, tot later. Doei. Kan koffie. Hey man. Ja? Oh ja, is het zo? Wauw. En wat hebben we daar liggen? Oh, ook zo lief. Twee lieve meisjes. Oh, moet jij grapje doen en leg jij lekker warm onder de oude kapotte Friese vlag? Oh, wauw. Oh, wauw. En die ligt ook lekker, hè? Met de oogjes open te knipperen. Ja. Oh. Lekker, meisje. Joep. Heb jij jeuk? Had jij jeuk? Oh, wat een dikkie. En het is rot weer. En zo gaat het de hele dag al. Het is gewoon niet leuk meer. Nee. Brrr. Maar ja, ze zeggen dat het met een klein half uurtje droog is. Dus... Op weeralarm, hè? Oftewel buienradar. Die wil eruit, maar doet de deur open. Dan gaat hij niet eruit. Nee. En ik ben bezig, ja. Aan het editen. Editen, weet ik veel. De renderen, editen. Aan elkaar vastlossen, weet ik veel. Dat beestje maar een naam heeft. Het filmpje wordt in ieder geval... aan elkaar gemaakt. En nou wordt die straks op mijn computer gezet. En dan kan ik hem met YouTube gaan delen. Of tenminste naar YouTube toebrengen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Want het is alweer, even kijken.
Die zegt zo laat. Maar mijn horloge, dan moet hij wel maar willen. Dat wil zo niet. Eventjes zo. Oh, 19:19. En wat zegt de computer? Uh, 17 minuten 07. Dat mag ook. Dus ja, dat is de juiste tijd. Zeg maar, ja. 17 minuten over 7. Dat is gewoon de juiste tijd. Ja, dat wordt tenminste beweerd, hè. Dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie hier zien en meemaken voor vanavond. En ik zou zeggen, een fijne televisieavond of een fijne dierenavond of een fijne familieavond of een fijne alleenavond. Ik weet het allemaal niet. Nee. En mijn beestjes weten het ook niet. Hè? Nee, hè? Nou, voor de dikkie. Hè? Nou. Oeh, bliksem. Hé, oeh, bliksem. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei.